Deze week lees je in Viva alles over het dragen van hoge hakken. Dus hoe je het wel moet doen, hoe je het niet moet doen, waarom het slecht voor je is, hoe je het beste kunt dragen. Ik draag eigenlijk nooit hakken. Dat komt omdat ik 1,85 meter ben. En ja, het past ook eigenlijk niet helemaal in mijn kledingstijl. Maar ik hoor wel heel vaak van mensen die zeggen, ja, Michelle, dat is juist leuk. Krijg je lekker lange benen van. Nou, ik hou wel van een goede uitdaging. En dus ben ik hier in Amsterdam, op de Dam. Oftewel, de meest verschrikkelijke plek om hakken te dragen. En heb ik 12 centimeter hak gekocht. En ik ga een rondje lopen. Wish me luck. Helemaal mijn stijl. Oh no. Oké, serieus. Mensen kijken me nu echt al aan. Alsof ik echt gestoord ben. Oh my god. Oh my god. Oké, ik sta. Dan gaan we, jongens. Kijk eens, ik heb namelijk ook hakken aangetrokken. Ja, en ik draag nooit hakken. Heeft u als expert tips voor mij? Als het op de Dam loopt, dan eventjes op je tenen. Op je tenen? Oh. Ja, nou ja. Oké, okay, op mijn tenen dus. Oké, okay, ik ga op mijn tenen lopen. Dank u wel. Kan er ook niet charmant uitzien dit. U loopt ook wel eens op hakken op de Dam. Ja, heel moeilijk. Ja? Ja. Maar heeft u een tip voor mij dan? Nou, nu heb ik een goede schoenen voor. Maar 2 weken geleden heb ik met zo'n hoge en dunne, smalle hakken geprobeerd hier te lopen. En het is niet gelukt. Ik moet het uitdoen en met een blote voet lopen. Ja, precies. Ik ga deze dingen echt uitdoen. Alles doet pijn. Tenen zijn afgekneld. Voorvoet is volgens mij half verbrijzeld. En het is sowieso een wonder dat ik mijn enkel nog niet gebroken heb. Ben jij nou wel zo'n pro in hakken lopen of wil je dat leren? Lees dan vooral deze week de tips in de Viva. En wellicht ben je het er wat beter vanaf dan ik. Want dit is mijn tip, niet op de Dam lopen. Gewoon niet doen.